Ik ben Edith van den Ham, 49 jaar. Ik ben geboren en getogen in Almelo. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een cateringbedrijf. En sinds 7 jaar, 2014, zit ik in de Almeloze Raad. Ik sta op de kieslijst van de VVD en ik sta op plek 76. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende verkiezingen qua stemmenaantal op uw persoon? Op mijn persoon? Nou ja, dat is wel een hele uitdagende vraag. Die hebben we ook moeten beantwoorden voor de VVD zelf. En ik ben gekomen op het getal 2744. Nou, om gekozen te worden in de Tweede Kamer, als je op plek 76 staat, dan moet de VVD een absolute meerderheid krijgen. Dat is dus 76 zetels. Want met 2744 stemmen, waar ik in ieder geval op doe, zal ik de Kamer zelf niet halen. Maar we proberen de koek zo groot mogelijk te maken voor de VVD. Om zoveel mogelijk mensen die op de VVD-lijst staan in de Kamer te krijgen. En wat mijn inbreng zou zijn in de Kamer is voor het midden- en kleinbedrijf. Ik ben zelf ondernemer. Ik weet precies wat er nu gaande is. Ik zit in de cateringbusiness. Dus ook mijn handel is eigenlijk de afgelopen 10 maand heel erg naar beneden gegaan. Het is soms lastig om je hoofd boven water te houden. Maar samen met al die andere ondernemers, kop en schouders, hup, recht vooruit, borst vooruit en door. Nu op de kieslijst staat voor de VVD, hoe groot schat u de kans in dat de lijsttrekker van uw partij naar Almelo komt? Nou, volgens de berichten is Mark Rutte al met enige regelmaat in Almelo te vinden. Ik denk in de afgelopen 10 maanden in de coronacrisis dat hij Almelo wat minder frequent heeft kunnen bezoeken, omdat hij zo'n drukke agenda heeft. Maar ik denk dat de aandacht van Mark Rutte aan Almelo niet tekort komt. Maar ik hoop natuurlijk dat hij onze kandidaten zeker een keer vereert met een bezoekje, dan wel voor of na de verkiezingen. Zou u ook kandidaat willen zijn voor de Provinciale Staten? Nou ja, dat is nog over 2 jaar, dus u stelt wel hele lange termijn vragen. Allereerst komen deze verkiezingen er nog aan. In 2022 zijn er nog gemeenteraadsverkiezingen. En pas in 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Dus ja, vraagt u me in de loop van de jaren nog eens. Hoe hebben uw collega's in de gemeenteraad gereageerd op het feit dat u zich kandidaat heeft gesteld? Nou, ze zijn heel enthousiast. Ze vinden het een hele mooie ambitie. En al nagelang partij natuurlijk, ze vinden er misschien wel wat van. Maar ik krijg de indruk dat ze het me allemaal gunnen. En ze hebben ook gezien dat ik er hard voor heb gewerkt. Hoe vat u het op als u dit keer niet gekozen zou worden? Nou, dat vat ik heel normaal op, denk ik. Want op plek 76 is de kans gewoon echt niet zo heel groot dat ik in de Tweede Kamer word gekozen in deze termijn. Maar dat weerhoudt mij niet om gewoon volledig te gaan voor een goede campagne om zoveel mogelijk stemmen voor de VVD te halen.